Ja, nu kan het. Oké, Erik, je verliest met 4-1 van GVVV vandaag. Maar ik wil het eigenlijk even over de afgelopen week hebben. Wat is dat voor week voor jullie geweest? Nou, gewoon, wij zitten nu op dit moment in een wat onrustige periode. Dat is in ieder bekend. Het enige wat ik kan doen is dat me concentreren op het voetballen. En dat gaat de laatste drie wedstrijden de eerste helft best aardig af. Alleen de tweede helft niet. Speelt dat een rol, die hele situatie vandaag? Nou, dat weet ik niet. Het is moeilijk te traceren. 15 dagen terug wonnen we nog van NAC met 4-3. En nu hebben we in de competitie drie behoorlijke tikken gehad. Waarbij we denk ik in de eerste helft heel behoorlijk spelen vandaag. Want ik vond onze bovenliggende partij, wij moeten 0-2 maken. 0-3 zelfs, dat doen we niet. Ja, dan krijg je een hele vervelende call net voor rust tegen. Ja, en dan gaat het wel in de kopjes zitten, denk ik. Ja, wat veranderde na het eerste half uur? Want je zegt wel, de eerste half uur waren jullie echt dominant en een betere ploeg. Nou, wij vergeten 2-0 te maken. Wij krijgen 100% kans, 200% kans op 2-0. En die laten we liggen. Nou, dan weet je dat je natuurlijk ook tegen GVV natuurlijk een hele moeilijke wedstrijd tegemoet gaat. Dan krijg je net voor rust de goal tegen. Een beetje, ja, een hele slemielige goal tegen met een hakbal. Ik moet nog even terugkijken. Ja, dan weet je dat na de rust dat GVV gaat stormen. En ja, we hebben nu al drie kopiewedstrijden gehad, de laatste drie wedstrijden, dat wij heel slecht uit de kleedkamer komen. En dat was vandaag weer het geval. Ja, drie nederlagen op rij, wat doet dat met een ploeg? Ja, is heel vervelend. Maar toch moeten we vertrouwen houden. Je weet, in de voetballerij ben je het in één keer kwijt, maar je kunt het ook in één keer weer terugvinden. En we hebben een jonge ploeg en we moeten gewoon hard blijven werken. En dat heeft de groep vandaag hartstikke goed gedaan. Kan ik ze helemaal niks in kwalijk nemen. Alleen we zullen geen persoonlijke fouten moeten maken, wat we vandaag na de rust wel hebben gedaan. Ja, en dan hopen dat een keer onze kant weer opvalt. Ja, jullie kant opvallen. Promotie is er niet. Dat valt niet jullie kant op. Ik weet niet hoe jullie erin staan, maar ik heb zo'n vermoeden. Nee. Nou ja, goed, daar moeten wij ons even maar niet om druk om maken. We hebben op dit moment andere problemen. En wij moeten zorgen dat we gewoon weer stabieler worden. En dat hebben we denk ik deze competitie best wel aardig laten zien. Want we winnen ook van AFC, we winnen van Excelsior Maassluis met 3-0. Dus deze ploeg is voetballen niet verleerd. En wij hopen op betere tijden en daar gaan we keihard voor werken. Dankjewel. Graag gedaan.